Deze week als eerste de groene klusjesman. Hij komt bij u op bezoek en maakt uw huis energiezuiniger. Wie is dat? De groene klusjesman. Zie je dat nou? Bekend in heel Rotterdam. Ja, dat moet je eens zeggen. Ik vind het wel een initiatief. Nou, wie ben je? Dag, ik ben Wouter en ik ben vandaag de groene klusjesman. En wat ga je vandaag doen? We zijn op bezoek bij de familie Attak. En we gaan vandaag radiatorfolie op de radiator bevestigen. En waar is dat precies voor? Met radiatorfolie kan je energie besparen. En dat komt eigenlijk omdat de folie die plaats je achter de kachel. En daardoor gaat de straling van de kachel die gaat naar voren. Dus het trekt niet de muur in en op die manier kan je energie besparen. Oké, het trekt naar voren, dus het wordt ook warmer in huis. Je hoeft eigenlijk je kachel ietsje lager te zetten. Dus je stookkosten worden lager en daardoor bespaar je energie. Oké, en dan kan iedereen dat gewoon zelf doen of moet je dan echt de groene klusjesman bellen? Het is eigenlijk vrij simpel te bevestigen. We gaan het zo doen en dan zal ik het stap voor stap uitleggen hoe het werkt. Het is eigenlijk een kleine investering. Je betaalt er €16,99 voor en op de verpakking staat dat je er €27 per jaar mee bespaart. Dus eigenlijk na een jaar heb je je investering er alweer uit. En waar kan je dat kopen? Dit pak heb ik gekocht bij de energiewinkel Wat Nou. En dat zit volgens mij op de Nieuwe Binnenweg. Maar het is tegenwoordig ook wel bij de bouwmarkten te koop. Oké, nou dan gaan we kijken hoe je het gaat bevestigen. Om deze klus te klaren hebben we nodig een radiatorfolie. Een meetlint of een ouderwetse duimstok, kan natuurlijk ook. En een schaar, dat is eigenlijk alles wat we hiervoor gebruiken. Wat is dit? Ik haal net uit de doos een plakmagneet. En dit is de magneet die we gaan achter op de radiatorfolie bevestigen. En daardoor blijft de folie als een magneet, zeg maar, of doordat het een magneet is aan de kachel plakken. Oké, nou waar we nu mee gaan beginnen is het bevestigen van de radiatorfolie. Als eerste ga ik de afmetingen van de radiator meten. En daarna gaan we dan de radiatorfolie op maat knippen. Oké, nou de lengte van deze radiator. Is 1,90 meter. Hoogte 40 centimeter. Dan gaan we de radiatorfolie 10 centimeter korter maken als de hoogte en de lengte. En dat doen we omdat je dan de radiatorfolie niet ziet zitten aan de achterkant. Oké, daar gaat hij. Dan gaan we de hoogte bepalen. Die was 40 centimeter. Dus we gaan de radiatorfolie een hoogte van 30 centimeter maken. Weer even een sneetje maken. Over de lengte is wel lastig knippen. Ja, nu gaan we hem over de lengte 30 centimeter maken. Dat is een flink stuk. Maakt het nog uit met welke kant die tegen de kachel aankomt? Ja, er zijn twee verschillende kanten. Dus je moet zeker wel opletten welke kant je tegen de kachel aanzet. Maar daar gaan we zo naar kijken, wat de goede kant is. Dat is wel zonde, want dan hou je zo'n stuk over. Ja, dat zou je denken. Maar dit stuk wat we hier over hebben, en als we zo weer een ander stuk over hebben, kunnen we met tape kunnen we het aan elkaar plakken. En het beste is dan om warmtewerende tape te gebruiken, bijvoorbeeld aluminiumfolie. Dan kan je twee stukken aan elkaar plakken en die kan je weer voor een andere radiator gebruiken. Ja, want gewoon plakband smelt natuurlijk. Klopt, ja. Als dat warm wordt, dan smelt het en dan valt hij weer uit elkaar. Is het nou niet zo dat je eerst aan de achterkant moet kijken hoe de radiator bevestigd is met beugels en weet ik het, dat je niet op obstakels stuit? Ja, en dan voordat we hem gaan bevestigen, gaan we eerst aan de achterkant kijken of daar nog obstakels zitten. En welke kant moet ze tegen de radiator aan? Die glimmende kant of die andere kant? Dat zal vast wel op de verpakking staan.
En wat is er dan eigenlijk de reden van dat het maar met één kant kan? Nou, de ene kant die glimt meer als de andere kant, of die reflecteert beter. Dus als je de reflecterende kant, die doe je aan de achterkant van de kachel en daardoor reflecteert hij de warmte de kamer in. De volgende stap is het aanbrengen van de magneettape. Je hebt hem nou even aan de voorkant gehangen. Maar... Ja, zoals hij er nu bij hangt, zo komt hij dus aan de achterkant van de kachel erop te hangen. En door die magneetstrips blijft hij gewoon aan de radiator hangen. Ja, je moet het ook niet te breed maken, want je met die dingen. Oké. Ik schrijf hem door. Kijk eens. Hey. Dat is ook leuk hoor. Nee, maar dat is een grapje, als zit hij daar. Nou, volgens mij is het koffie. De bovenkant die zit nou vastgeplakt. Maar die onderkant zit ook gelijk vast, want die klit. Ja, ik voel hem hier vastzitten. Ja, het is gelijk vast. Dus sneller als gedacht, hè? Ah, ons eigen niet. Goed samenwerken. Dus zo makkelijk aan het gaan? Zo makkelijk aan het gaan, ja. Je zag het net. Het is echt, als je het zeker als je met z'n tweeën doet, dan is het zo gebeurd. En hoeveel bespaarde je nou precies als je dat folie er achter de alle radiatoren plakt? Ja, in het begin zei ik dat je er iets van 27 euro per jaar mee kan besparen. En dat is dus als je het hele pak gebruikt en die doe je op de radiatoren in huis, kun je iets van 10-15% op je energierekening besparen. Oké. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Ze was net al even in beeld, mevrouw Stien Weigertse. Ze vertelt over het nieuwe klimaatstraatfeest. Mooi woord. Erg mooi woord. We staan op binnenterrein Schutte. We gaan met Stien praten. En waar gaan we het over hebben? Over het klimaatstraatfeest. Ja. Jullie hebben zelf in 2009 gewonnen, maar je kan je ook alweer opgeven, hè? Ja, hebben we het uiteraard gelijk weer gedaan. Want hoe meer dat je aan energie bespaart, hoe beter het is natuurlijk. Zeker voor je portemonnee en gelijk de gedachte erachter dat het heel goed is voor het milieu. Ja, en wat is het klimaatstraatfeest eigenlijk precies? Daar kun je aangeven hoe je bezuinigt in je woning. Dus dat je minder de droger gebruikt, dat je je was meer draait op 30 graden. Zet die verwarming nou een beetje lager. En plak folie achter je verwarming, zodat de warmte naar binnen komt. Allemaal zulke soort maatregelen hebben. En ja, en uiteraard van die zuinigheidslampen. Dus de meeste mensen hebben hier allemaal van die zuinigheidslampen. En we proberen iedereen aan te raden om een beetje milieuvriendelijk te leven, zeg maar. Nou, jullie hebben die prijs toen gewonnen door de zonnepanelen. Hoe gaat het er eigenlijk mee? Ja, schitterend. Ja, je kan ze niet zien op het dak. Nou, we hebben dit, kijk, dat ligt bij ons op het dak. En dat gaat zo naar beneden, zo het huisje in. Dus we hebben gratis stoken. En alles wat we overhouden gaat naar de woningbouwcorporatie. Okay. Dus dat is wel geweldig. En als de woningbouwcorporatie daar nou ook allemaal van die zonnepanelen op gaat laten liggen, dan is het natuurlijk helemaal fantastisch voor die mensen. Gaan die stoken, ook die woonlasten een beetje naar beneden. Maar dat merk je nu sowieso al? Ja. Wat heb je precies gemerkt? Ja, wij stoken nu gratis. Ja. Ja. In zo'n klein chaletje gebruik je natuurlijk lang zoveel stroom niet als bij jezelf binnen. En we zijn er ook heel zuinig mee. Maar normaal moesten we zeg maar 150, 180 euro betalen aan patrimonium. Onze woningbouwcorporatie. En we stoken nu vrij. Ja, hun krijgen nu van ons. Dan moet je niet aankomen. Dit is allemaal liftformatie. Oh. Het is allemaal een beetje krikkemikkig bij elkaar, zie je dat? Ja. Normaal draait hij gewoon terug. Ja. Dus je bespaart en je geeft nog wat aan hun? En je geeft nog wat terug. Ja. Ja, dat is geweldig. Ja. Maar goed, jullie hebben je alweer ingeschreven. Met wat? We staan nu op de tweede plaats voor Rotterdam. En we hopen de eerste te worden natuurlijk.
Dat vind ik wel geweldig. Het is toch een beetje uitdaging van, kom op mensen, nog meer allemaal meedoen. Ja. Maar gaan we ook voor meer zonnepanelen of wat is het idee? Waar hebben jullie mee ingeschreven? Je kan een straatprijs verdienen, zeg maar. Dan krijg je bijvoorbeeld boodschappen voor alle bewoners van je straat. En ja, daar zouden we natuurlijk al blij mee wezen dat iedereen er ook leuke dingen krijgt. En ja, als we iets winnen, dan willen we toch van die zuinigheidslampen buiten kopen, zeg maar. Maar die zouden we ook het liefste willen op van die kleine zonnepaneeltjes. Ik ben echt van de zonnepanelen. Ik ben een zonnepaneel, mevrouw. Ja, ben ik heel erg voor. Ja, alles wat bezuinigt en ook goed voor het milieu is, maar daar moet je natuurlijk helemaal rekening mee houden. Dat willen we graag meedoen. Ja. En hoe moet je je aanmelden? Klimaatstraat.nl. En dan kom je automatisch bij die site terecht. En dan wordt precies, als je eigen aangemeld hebt, dan moet je wel nog een keertje, dan krijg je een mailtje terug. En dan moet je nog wel eventjes activeren, zodat je echt meedoet met de Klimaatstraatfeest. En wanneer is het feest zelf eigenlijk? Volgens mij is het in mei. Je kan dan zeg maar, bijvoorbeeld Jantje Smit, die komt te zingen in je straat of zo. Maar zover hoeven we ook maar niet te gaan. Kijk, als wij gewoon met Klimaatstraatfeest meedoen en alle buren doen hiermee, is het al geweldig. Ja. Okay. Nou, bedankt. Ja, oké, dank je. Met vele buurtbewoners wordt er gewerkt aan het moeras in Kralingen. Nou, we staan bij het moerasje, dat ligt bij de Tweede Jerichostraat en de IJsclubstraat. Ik ga met Christian Willekens praten. Jullie zijn vandaag bezig met wilgetakken en van alles. Wat gebeurt er vandaag eigenlijk? We gaan vandaag bakken maken van wilgetenen. En, bedoeld is dat de tenen weer gaan uitlopen, dat het een groene levende bak wordt. En dat wordt een afscheiding aan de straatkant, zodat er geen vuil in waait. Het is echt een inwaaihoek hier. En om een beetje een barrière te maken voor de honden ook, dat ze voelen van dat ze er niet in kunnen of in mogen. En we gaan de bakken vullen met eetbare bessen. Frambozen komen erin, witte, zwarte bessen. De moerbei komt erin, komt de vlier in, kruisbes. Zodat de kinderen hier uit de buurt, die komen vanmiddag ook helpen. Bessen kunnen gaan plukken in hun eigen omgeving. Hoe lang bestaat dat moerasje hier eigenlijk? Het is 15 jaar geleden is het aangelegd. Ter vervanging van het gebied hierachter, waar nu de Hermanlaan was. Daar was nog een oorspronkelijk stukje veengebied. En met de bouw van de Hermanlaan zou dat verdwijnen. En bewoners hebben ze toen ingezet om dit stuk te behouden. En toen is dit vervangen en is dit aangelegd. En ja, sinds 15 jaar bestaat het hier nu. Het is een echt biotoopje geworden ook. We hebben ook kikkers en salamandertjes en padden hier. En verschillende vogels die hier broeden ook. En we hebben zelfs een mussenkolonie hier. Dat ook heel bijzonder is, want mussen zijn best bedreigd in Nederland. Maar hier zitten ze nog volop. Hier zitten ze nog volop. Ja, hoe zijn jullie erbij gekomen om dit te gaan doen? En hoe komen jullie aan het geld ook? Nou, het leek ons leuk om met de buurt samen meer gaan te doen en te ondernemen. Ook omdat er vooral heel veel jonge gezinnen met kinderen zijn. En om die kinderen met elkaar in contact te brengen en ouders met elkaar in contact te brengen, hebben we een aanvraag ingediend bij Rotterdam Idee. Daar hebben we een prijs gewonnen of een subsidie gekregen. En daar kunnen we al deze activiteiten mee bekostigen. Thank you.
is een mooi huisje. Ja. Heb jij dat huisje gemaakt? Ja. Wanneer heb je dat gemaakt? Op 14 maart. Oké. Okay. En waren er veel kinderen die zulke huisjes aan het maken waren? Ja, een stuk of 20, denk ik. En waar worden die allemaal opgehangen? Nou, hier in een moerasje. Ja? En daarachter op een muurtje. En dan nog bij mensen in de tuinen. Okay. Ja, ook bij mensen in de tuinen? Ja. Meer lokaal voedsel verbouwen en eten. Van de Boer maakt het mogelijk. We zitten hier met Nicole Hoven van restaurant en biologische winkel van de Boer. Nicole, kun je uitleggen wat de filosofie achter Van de Boer is? Ja, Van de Boer is een stichting die tot doel heeft om het platteland de stad in te brengen. Dat doen we op allerlei manieren, onder andere met een restaurant, zodat je meteen kunt proeven wat we ermee bedoelen. Winkel hebben we sinds anderhalf jaar, waar de producten waar we ook in het restaurant mee werken verkocht worden. En dat zijn allemaal producten, of het grootste deel van de producten waar we mee werken en die we verkopen, die worden gemaakt in een cirkel van 50 kilometer rondom Rotterdam. We hebben onder andere schapenkaas uit Mijnsheerenland, appelsap uit Roon, kazen en boter en melk uit Midden-Delfland. Daar komen ook wat mosterds vandaan. Heel veel groenten waar we mee werken komen uit de Hoekse Waard. Dus ja, we proberen eigenlijk al het lekkers van dichtbij te halen. Waarom is het zo belangrijk dat voedsel van dichtbij komt? Nou, om verschillende redenen. Het eerste is dat dat we dan ook weten wie die producten heeft gemaakt. Dat is voor ons heel erg belangrijk. Dus ontzettend veel keurmerken heb je op het moment. Maar niets is zo makkelijk als eigenlijk gewoon een kijkje gaan nemen bij de boer die de spullen verbouwt of de dieren groot brengt. Dus het is veel makkelijker dan afgaan op een keurmerk. Tweede is dat de spullen van dichterbij ook minder kilometers nodig hebben om te transporteren. En het derde is dat we het ook belangrijk vinden om contact te hebben met de makers van al die producten. Alles wat op ons bord komt. En dus om een soort natuurlijk verband te herstellen tussen boer en bord, vinden we het belangrijk om de producten van dichtbij te halen. En ja, je leeft daarmee ook weer veel meer volgens de seizoenen. Nu is het bijvoorbeeld heel koud en dat betekent dat er veel vorst in de grond zit. En dat betekent dat niet zomaar alles van het land kan komen. Nou, dat dwingt onze kok, maar ook in de winkel zie je dat terug, om met een beperkter aanbod te gaan werken. Ja, en dat is eigenlijk alleen maar natuurlijk en creatief om te doen.
Wat voor soort producten of groenten horen bij dit seizoen eigenlijk? Nou, je kunt het hier al zien. We hebben heel veel kolen. Witte kolen, rode kolen, bloemkolen, spitskolen, boerenkolen. Dus het is heel veel kool, wat wortelachtige. Dus die doen het ook nog goed. Die komen ook nog wel niet zo heel veel meer uit de grond. En vanuit de kassenbouw hebben we nog wel wat bladgroenten, wat courgettes, et cetera. Uien zijn al, die zijn er al een tijdje. De aardappels die zijn natuurlijk ook al een tijdje geoogst. Maar wat nu nog geoogst kan worden, dat zijn vooral heel veel kolen. En dat serveren jullie dan ook in het restaurant? We werken zoveel als mogelijk met producten van het seizoen. Nou, nu is dat aanbod iets beperkter. Gelukkig hebben we in het verleden ook alweer wat, bijvoorbeeld de pompoenen die al eerder geoogst zijn, hebben we ingemaakt. Dus die hebben we in het zuur gezet, die kan je dan ook weer gebruiken. Aardappels, bijvoorbeeld een aardpeer, waar we nu pannenkoekjes van op de kaart hebben. Dat is een beetje een nootachtige aardappel. Die is ook al eerder geoogst en blijven lang goed, dus daar werken we ook veel mee. En de bladgroentes die we nog serveren, dus wat jonge bladgroentes, die komen uit de kas. Hoe komt het dat niet alle andere supermarkten en winkels jullie concept overnemen? Oeh, dat is een hele interessante vraag. Omdat het denk ik wel extra inspanning vraagt om aan die producten te komen. Het is ook niet een continu aanbod, dus daar moet je ook maar net mee willen werken. Wat ik net zei, we hebben nu een heel beperkt aanbod, dus dat vraagt ook heel veel van de creativiteit van de kok. Dus je moet een zekere flexibiliteit hebben om op die manier te willen eten of te willen koken. En het is ook vaak zo dat het wat in omvang iets minder groot is. En dat is voor een aantal spelers in de voedingsmarkt niet interessant. Daar gaat het nou juist om de hele grote hoeveelheden. En daar werken wij niet mee. Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om in heel Nederland alleen maar lokaal voedsel te eten? Ik denk dat het wel mogelijk is, maar ik denk wel dat we dan ook voor een deel ons voedingspatroon erop moeten aanpassen. Dus dat betekent veel meer vers, veel minder aanbod, keuze het hele jaar door. Dus niet altijd maar aardbeien in de winter, maar alleen in het seizoen. En ik denk ook dat we dan met z'n allen wat minder vlees zouden moeten eten. Want wat je wel ziet is dat de hoeveelheid grond die we nodig hebben en de hoeveelheid grondbeslag, zal ik maar zeggen, dat we nodig hebben voor vleesconsumptie. Dat zijn nogal wat vierkante meters. En hoe minder vlees we eten, hoe minder grond we nodig hebben ook. Of hoe meer grond we bijvoorbeeld zouden kunnen gebruiken om groente te verbouwen of fruit te verbouwen. Wat eigenlijk op zich natuurlijk veel gezonder is. Maar jullie verkopen wel vlees? Wij verkopen wel vlees. Het is allemaal biologisch vlees waar we mee werken. We proberen wel. Dus dat doen we wel. Omdat ik me ook wel realiseer dat zeker als mensen uit eten willen, dan vinden ze toch vaak, willen ze zichzelf een beetje een cadeautje doen. En veel mensen vinden dan een stukje vlees of een stukje vis nog steeds een cadeau. Maar ik denk zelf persoonlijk dat het niet nodig is om dagelijks vlees te eten, om goed en gevarieerd te eten. Wat bedoelen jullie eigenlijk met de regionale voedselketen? Nou, wat we er vooral mee bedoelen is dat dat wat je lokaal kunt verbouwen, dat je dat ook lokaal verbouwt. Dus betekent volgens mij niet dat je geen kiwis of geen sinaasappels meer kunt eten, want die kan je simpelweg niet lokaal verbouwen.
Dus we zijn ook niet tegen sinaasappelsap of fruitsalade of dat soort dingen. Maar varkens bijvoorbeeld, die lokaal afgemest worden, die verdwijnen af en toe wel eens naar Parma en dan wordt er vervolgens ham van gemaakt en die ham wordt dan weer terug vervoerd naar Nederland. Dat is een beetje onnodig gesleept met allerlei voedingsmiddelen of gewassen of dieren. Dat zijn onnodige kilometers en wij vinden dat dat moet teruggebracht worden. Dus dat is een van de doelstellingen van een regionaal voedselketen. Een hele andere vraag. Hoe zit het met de overheidssteun voor lokale producten? Dat is voor ons ook nog een vraag. We zijn aan het uitzoeken of daar de overheid ook financiële middelen of anderszins steun aan wil geven. Er is heel veel enthousiasme. Het ministerie van Landbouw heeft onlangs een nota duurzaam voedsel gepubliceerd. Het ministerie heet sinds een paar jaar ook het ministerie van Voedselkwaliteit. Dus het ministerie is in ieder geval heel erg bezig ook. Vindt het ook heel belangrijk duurzaam voedsel. Maar is nog echt op zoek naar een manier om dat dan ook daadwerkelijk bij de burgers bekend te maken. En ook initiatieven te ondersteunen die daar daadwerkelijk een bijdrage aan willen leveren. En wij hopen dat met onze initiatieven te doen. En we hopen dus ook dat we op termijn daarin ondersteuning kunnen krijgen vanuit de overheid. Met oog op de aankomende raadsverkiezingen, hebben jullie hoop dat in de komende periode iets gaat veranderen op het gebied van voedsel binnen Rotterdam? Ja, ik heb hoop dat dat verandert. Ik denk ook dat los van de politieke kleur van welke partij dan ook, het over het algemeen wel alle politieke partijen in Rotterdam wel de noodzaak van gezond leven, een gezonde voeding steeds meer inzien. Overgewicht is echt een groot probleem in de stad. Het is bekend dat stedelingen, met name de Rotterdammer, te weinig beweegt, te ongezond leeft. Dus ik denk wel dat dat een thema is dat bij de verschillende politieke partijen leeft. En daarnaast zie je ook wel dat eigenlijk alle partijen wel op de een of andere manier in hun programma aandacht besteden aan groen en de kwaliteit van groen en buitenruimte in de stad. En ook steeds meer het belang daarvan inzien. En daarnaast is het natuurlijk ook nog zo dat Rotterdam al een tijdje Climate City is. Dat is iets wat ook alle politieke partijen wel onderschrijven. Dit was Seniak Milieu TV, volg ons ook op YouTube, Facebook en Twitter.